Peters niet de val wordt gebracht door de Seieren. Dit is de Tsjechische oefenmeester van Feyenoord. Iemand die al 6 weken voor de competitie wilde beginnen. En dat ook deed. Een volwassen man begrijpt erop naar links van Feyenoord. Van de Korput schoot. En Erwin de Jem was verrast. U ziet dat nogmaals in de herhaling. Dit is trouwens Van de Korput die terugloopt. Iedereen sprint ineens naar links van RWDM en daar was Van de Korput vrij. Ruiter was al gepasseerd trouwens, bal gaat naast. Vrije trap van Gerard van der Lem, u ziet duidelijk dat Feyenoord wel voorin is. Weggekopt de Saaieren. Schot van Albertsen, dat strand. En dat het... En Feyenoord bleef drukken, zo ook nu weer. Goed ingegrepen Wijnstekers. Van der Lem, goed binnendoor. Dit mislukt. Krijgt hij die bal terug, die Gerard van der Lem. En gaat meteen voorzetten. Hoog voor. En daar is dan Jan Peters. Jan Ruiter geslagen. En 1-0 voor Feyenoord. Eindelijk. Dat moment nogmaals. Een goede actie van Van der Lem. Voorzet. De eerste kwam er niet. Van der Lem krijgt hem terug. En doet het dan beter. Hoog op. En daar prima aangespeeld. Jan Peters. Feyenoord erg blij natuurlijk voor eigen publiek.